Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Vandaag is het tijd voor meer sneeuwpret. Er is nog steeds geen sneeuw. We gaan naar Moorland, er is een nieuw item. En dat is de video. Nee, dat is niet de video, maar blijkbaar is alles bevroren. Bevroren? We kunnen, ja, oké, klinkt heel stom. Alles is bevroren. Ja, het meer is bevroren en je kan er dus nu overheen rijden. Je ziet, ja, ik weet niet of het per se op de map te zien is, want dit is naar mijn mening donkerder. Dit randje, dus je kan daar nu op lopen. En hier, dus ik weet niet of dat overal is. Ook zeg maar in de zee, want anders kan je naar Zouthoef lopen. Dat lijkt me echt gaaf, super gaaf. Epic! Oké. Ik ga naar Moorland toe, want daar is dus een item. En de winterspul is daar. Ik heb trouwens ook bijna de hele set. Ik ga er echt lekker doorheen, by the way. Ja, en ik heb ik dacht ze Winter Harmony heette. Wind Harmony. Nu level 10. Dus ik heb al één van de 10 paarden level 15 of 14, want let's train natuurlijk. Paarse facebroek. Oh, deze is fout. Hele foute broek is dit. Oké, ik ga eerst naar die deze wens. Die resetten weer over ongeveer 10 minuten. Dus het lijkt me leuk om deze ook allemaal te doen in deze video. Want ik heb dus ook de pinguïn. Dit is een super pinguïn. En meneer de pinguïn kan leuke geluidjes maken. Ik ga zo goed op die pinguïn. En ik heb natuurlijk de winteruil. En ik werd massaal ondergespamd met hoe ik de winteruil heb gekregen. En het systeem van een vriend uitnodigen is weer terug. Dit keer wel zonder starcoins, alleen met een huisdier. En het doel daarvan is dat je een vriend uitnodigt. En die vriend moet tot level 10 spelen. En dan krijg jij die uil. Dus ik heb voor mezelf een account aangemaakt. Via vriend uitnodigen, via mijn account. En daarop ben ik gaan trainen. Gaan levelen tot level 10. Ik ben in 3 dagen level 10 geworden. Dus het is mogelijk om hem echt in 3 dagen te doen. Je krijgt als het goed is 3 dagen Star Rider. Ja, ik kreeg tenminste 3 dagen Star Rider erbij. Dus heb ik het in 3 dagen kunnen doen. Dus het is mogelijk. Laat je niet tegenhouden. Ga de L halen. Het is tot 13 januari geloof ik ja, geldig. Dus dat je je kan inschrijven daarvoor. Je kan je ook eerder inschrijven en het later doen. Maar de eerste 3 dagen krijg je Star Riders. Daarom zeg ik nu van, als je het nu doet, ben je er vanaf. Maar je kan het ook later doen als bijvoorbeeld een keer een code komt met Star Rider voor je account. Gewoon lekker aanmaken. En daardoor kan je deze L gratis krijgen. Het is wel redelijk gratis, maar je moet er wel wat voor doen. En het is echt tijdconsumerend. Echt super erg. Want ik ben dus 3 dagen bezig geweest. Maar daar op die 3 dagen ben ik ongeveer 4 tot 5 uur per dag bezig geweest. Wow, dat was een hele rare luchtbubbel ineens in mijn keel. Ik ben daar 3 dagen dus mee bezig geweest. Om uiteindelijk dat te kunnen doen. En op mijn andere account dus heb ik nu een heel schattig hondje. En een lifetime outfit. Ze hebben niet eens de moeite genomen een ander outfit te maken voor die vriend nodig. Dus nu rij ik rond in een lifetime setje. Terwijl ik niet eens lifetime ben op dat account. Ja, wat ik ergens wel van baal is dat ik natuurlijk Skylar net had. Ongeveer een maand voordat dat uitkwam. Dus dat is een beetje jammer. Dat ik dat niet via haar kon doen. Maar dan had ik 2 keer een lifetime set gehad. Dus op zich. Maar ja, nu heb ik dan weer een account waar we niks mee gaan doen voorlopig. Dus ja. Dat account heeft ook geen Starcoins of zo. Het is gewoon een non-Star Rider account van level 10. Dus dat is grappig. Kijk, hier hebben we de herten. Ik ben echt een flink stuk gereden. Ik dacht dat het bij Jasper was. Deze kunnen we dan doen. Of kunnen we dan knuffelen. Ik ga er heel hard doorheen met deze dingen. Qua doen, zeg maar. Ik ren echt een rondje en ik ben met 5 minuten klaar. Echt super ideaal. Super ideaal, wat een woord. Jongens, super ideaal. En kijk, want we zijn daar geweest. Dan moet er nog eentje in zilverkleed zijn. En ik denk dat dat in Veeldeel is. En dan kunnen we meteen in Veeldeel kijken. Want daar is natuurlijk het meer. Veeldeel meer is bevroren.
En de muziek weet ook niet wat hij wil. Gaan we daarna even naar de adventkalender. Want ik heb natuurlijk al een cadeautje al opengemaakt. Maar het is nog niet echt iets dat ik denk van wow, dat is echt fantastisch. Ja. Nee, de adventkalender is niet echt, niet echt fantastisch. Want ja, het enige wat ik fantastisch vond dat ik kreeg was speler. XP, waar is dat? Is dit een dino-vallei? Ik heb geen winterpaard. En we gaan wel even gewoon... hoe willen we heen? Ik ga wel met de trailer, want dat scheelt weer. Want ik heb natuurlijk geen winterpaard. En ik wil eigenlijk liever ook nu geen winterpaard pakken. Oh my god. Ik ga straks even mijn homestable in om te laten zien wat de chaos is in mijn homestable. Maar dat is heel bijzonder dat het nu in... Dino Vallei is. En ik weet niet wat voor rare beweging ik nu doe, maar... Ik voel me vandaag een beetje raar. Ja, het is inderdaad in de Dino Vallei. Oh, maar goed dat we gewoon hier in de trailer hebben gebeld. In plaats van zijn gaan lopen. Wat is er dan hier? Cora, ik wil met jou praten. Niet toevallig een pinguïn gezien die de weg kwijt waren. Dus eerst waren ze dus eentje spoorloos. Moeten we een pinguïn zoeken? Hé, de mist is weg. Oh, wat? Ik ben snel hier. Er is geen winterpaard. Ik denk dat het gewoon komt omdat die ster hier is. Ik had toch de pinguïn? Wat heb ik ermee? Ik weet niet wat ik ermee heb gedaan, jongens. Oh my god, het gaat echt helemaal verkeerd. Waar is die pinguïn? Hier is die pinguïn. Ga je nou mee, vriend? Nee, nee, nee. Ik moet hem leiden. Nee, ik wil geen pinguïn drijven. Daar heb ik echt een hele erge hekel aan. Go, buddy. Go. Oh nee, nee, nee. Rechtsomkeerd. Rechtsomkeer, dit gaat helemaal fout. Ik moet hier achter. Nee. Oké, ik ben er. Ik ben het zat. Ik spring van de cliff. Het komt niet meer goed. Ik ren weg van mijn problemen. Zou die pinguïn dan ook resetten? Ik heb zo erg een verschrikkelijke hekel aan die dierendrijven van Starshine Hoeven. En laat staan een minuscule pinguïn die ik niet eens kan zien omdat die wit is op een witte achtergrond. Oh my god. Als ik hier geen 6 wintergroeten voor krijg, dan verkoop ik mijn account. Waar is mijn pinguïn? Hij is daar, ik ben weer terug. Oké, dit kan ik, hè? Oké, pinguïn is weer terug op de weg. Oh, de muziek van Wildwoods maakt het wel weer goed. Oké, pinguïn. Kijk, we noemen de pinguïn in de sneeuw uit op de foto. Oh, ik vind dit paard zo mooi in de Dino Vallei. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Kijk nou. Meneer de sneeuwuil en de pinguïn. Lopen, pinguïn. Ik ga even achteruit. Oké, pinguïn, go. Oké. We moeten gewoon instappen, dan komt het goed. Ik zet deze even uit. Ben ik vergeten? Dat doe ik altijd. Alleen nu ben ik het vergeten. Oh, ik ga er voorbij. Maakt niet uit. We kunnen beter om het hekje heen in plaats van door het hekje heen. Nee. Oké, hij reageert dus niet op draven. Oh wel, hij reageert wel op draven. Nee, pinguïn. Nee, nee, nee. Oké. Dit keer is het goed gekomen, dus het mag. Dit was bijna mijn einde. Okay. Dino Vallei is ook bevroren natuurlijk. Wanneer niet? Oké, ik wil naar het winterdorp, zodat ik dat adventkalender even kan doen. En alvast eventjes... Ja, ik ben nog niet bij het ijs geweest. Dat wil ik dus wel.
De reden dat ik nog even gewacht heb, omdat ik eigenlijk nog, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus ik ga eerst even de race doen en misschien is het leuk om te denken wat ik daarvan verwacht. Want om daarna te zien of mijn verwachtingen goed zijn of niet. In Veeldeel is een nieuwe winteractiviteit dus natuurlijk. Ik weet niet of er in Veeldeel meer nu samen muziek genieten is. Kijken. Oh nee, het is een nieuwe winterding. Het zijn 3 nieuwe activiteiten met pingwings. Ik vind het wel leuk, maar die pingwing zoeken vind ik helemaal verschrikkelijk. Je hebt een pingwing concert. Je hebt een ijspret, sneeuwkanonnen. Er vliegen niet alleen sneeuwballen door de lucht. Oh jee. Of zijn het 4 activiteiten? Volgens mij zijn het er 4 zelfs. Oh. Oh, paard. Ze staat te trappelen om jouw performance te doen. Ik geloof wel dat het er 3 zijn. We gaan het zien. Dus dit was er eentje van. Van de pingwing activiteiten. Dus misschien dat we dan straks, want ik moet nog 5 minuten wachten, ook nog die kunnen doen. En ik word altijd door die laatste sneeuwbal geraakt, want ik let ook gewoon niet op. Dun, dun, dun. Ik vind deze broek echt verschrikkelijk lelijk trouwens. Maar echt heel erg lelijk. Ik heb trouwens de winterjas gekocht van de Dino-vallei, wou ik zeggen. De Wintervallei. Wintervallei. Nee, ik kom niet eens uit mijn woorden. Uit het kerstdorp komt deze wintertrui. Hij was 10.000 Yorkshire shillingen. Hij was duur, heel duur. Maar ik heb hem en ik vind hem heel fancy. Maar ja, het matcht niet echt met mijn dekje. Maar goed, maakt niet echt heel veel uit. Ho, daar vloog ik even de lucht in. Oké, daar rennen mensen door de lucht. Dat is natuurlijk met de race. Wat ik eigenlijk mis uit het kerstdorp zijn die kerstmuntjes zoeken. En dat je ook XP krijgt van die sleden achter. Oh ja, ik ben te hard van stapel. Oké, het bevroren landschap van Jorvik. Ik denk, zoals ik net op de kaart heb laten zien, dat het gewoon allemaal zeg maar rondom bevroren is. En dat je gewoon tot een bepaald punt kan lopen. En dat het eigenlijk is. En dat Veeldeel is natuurlijk helemaal bevroren. En er stond ook een stukje tekst bij waar ik helemaal gelukkig van werd. Dat was een tip voor iedereen die trouw is aan wedstrijden. Staat er heel raar. Maar een tip voor iedereen die trouw voor de wedstrijden traint. Oh, ja. Dankzij het ijs heb je nieuwe paren. Nee, ik wil niet in de grond. Dankzij het ijs heb je nieuwe paren die tussen de wedstrijden door kunt afleggen. Dus er zijn nieuwe shortcuts. Maar dat maakt niet uit, want de Nederlandse server heeft toch geen highscore dingen. Ik weet niet of het aan mij ligt, want ik ben de enige. Ik ben de enige. Ik ben sowieso niet de enige. Maar op deze server heb ik geen highscores. En met Skylar heb ik dat wel. Dus ik weet niet of dat ligt aan de regio, omdat wij deze Scarlett account natuurlijk in Nederland zit en mijn Skylar account natuurlijk in Amerika zit, of dat een verschil is. Maar op mijn Scarlett account heb ik geen highscores. En als je denkt, wat zijn highscores? Ik denk dat ik het nog wel kan laten zien. Dat zijn deze dingen en dan krijg je hiernaast meestal highscore race. Wellicht dat ik het nog kan laten zien bij een race. Ik het niet vergeet, maar niet bij de winterrace. Dus, oh, ik was de adventkalender vergeten. Ik ga nu al helemaal naar boven. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. Oh ja, dat is ook een trucje. Kan je gaan liggen met je Jorvik paard. Dat heb ik op TikTok gezien. Ik heb me doodgelachen. Beenbeschermers. Oké, dit zijn de beenbeschermers. Ze zijn van joie kleur. Ik ben wel blij dat het niet zo kleurrijke beenbeschermer is. Bandages eigenlijk is niet peesbeschermers. Dit zijn meer peesbeschermers. We gaan terug. Want ik wil heel graag het meer zien. En nu kom ik weer in Dino-vallei. Jee. Ik denk dat ik eerst naar Moorland ga. Want dan wil ik zien of de... Of het naar Veeldeel. Hoor mij praten. Of het naar Zuiderhoef helemaal dicht is. Want het lijkt mij heel gaaf om een race te hebben die van Moorland naar Zuiderhoef gaat. Dat je over het ijs heen. Zo'n A tot B race. Die heb je in Steve, heb je die in bij het kasteel en zo. Dus dat lijkt me wel gaaf.
lekker muziekje. Ja, ik kan zeg maar al bij dit setje kan ik alleen dit aan. Ik zal ze even goed laten zien van dichtbij. Het zijn de beenbeschermers en de pet. Ik vind hem eigenlijk nog wel leuk staan. Ik denk hem zo laat, want die past nog wel bij die winterjas. Maar ik kan die Hackamore Bozal en de zadel niet op, omdat ik natuurlijk een oud paard heb. En dat is helemaal stom. Maar goed. Deze gaan we zo in de kast doen. Dit was echt de bedoeling. Dat meen ik. Het was echt de bedoeling dat ik die zak aan het rijden. Ik ben benieuwd naar het strand van Moorland. Dat ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Want ik denk dat het gewoon op een gegeven moment afbrokkelt. Of dat het gewoon in één keer stopt. Als ze zo kennen, dan stopt het gewoon in één keer. Of het is gewoon niet bevroren. Maar ik denk het ook. Ik zie bij Zuidhoef een beetje. Nee, helemaal niet. Ik dacht dat dit wel een beetje bevroren zou zijn. Nope. Nou, dus dan is het alleen veel deel meer. Het mistval meer en de Silversong rivier. Dat is dan dit riviertje. Ik ga denk ik even heen rijden, want ik ben nu toch in de buurt. En ik wil gewoon wat geld sparen voor de kerstdingen. Dus vandaar dat ik nu rij. En dat doe ik normaal nooit. Ik ben echt de allerluiste persoon qua van plek naar plek rijden die er maar is. Dus ik neem zelfs de trailer als ik in Steve sta naar de wijngaard. Ik klik op de mappen, wil ik helemaal niet. Want het begint bij Silversong rivier is voor Pinta. En ik ben benieuwd hoe dat loopt. Want hij gaat van zee naar zee naar rivier. Oh, kijk. Hij begint hier. Ik ga zo nog even naar Mistval gaan. Als we hier overheen gereden zijn. Kan ik nu ook oversteken? Ik kan gewoon een starsje doen vanaf hier. Dit moeten ze houden. Oh, dat vind ik helemaal fantastisch. Moeten ze het erin laten. Nooit meer dat omrijden. Nou, sowieso reed ik nooit om hoor. Ik bel gewoon het trailer. Maar dit stopt. Dit is ideaal. Zelfs die koe die daar ligt vind ik helemaal fantastisch nu. Nou. Hier word ik wel blij van. Ik ben ondertussen nu alweer begonnen aan dieren zoeken. Dat is niet helemaal wat ik wilde doen vandaag. Maar oké. Mijn brein is zo ingesteld op trainen dat ik gewoon meteen in mijn ritueel kom, zoals jullie merken. Maar heb ik alvast een koe gevonden. En een bloem. Ik had die bloem. Ik heb met de bloemen alweer opgeruimd in mijn inventaris. Dus ik heb nu weer niks. Ik ben al helemaal goed op weg. Ik heb echt superveel gevonden de laatste tijd. Oké, ik wilde dus naar Mistval. Ik kan natuurlijk ook daarheen gaan. Maar het is gewoon sneller om de Jorvik Rangers te gebruiken. Mits die er nog staan. Dat hoop ik wel. En anders is het niet zo heel ver omrijden. En dan wil ik dit meer helemaal afrennen. Naar veel deel meer. Zodat ik alles heb kunnen zien. En mijn reactie erop kunnen filmen. Nou, ik vind het echt top. En het ijs kraken maakt me echt een beetje anxious. Nerveus. Oké. Is het strand van Fort Pinto ook bevroren? Dat vraag ik me af. Of kan je daar nog lekker zwemmen met -5? Nieuwjaarsduik. Nee, die is volgens mij nog gewoon normaal. Ja, die is normaal. En leek even voor 2 seconden dat die droog stond. Maar dat was je niet. Nee. Dat was een big joke. Psych. Ja, voor de rest. Volgende week. Een bekende vriend wil iets anders. Oh ja, ik heb trouwens ook nog een leuke aankondiging. Is dat 16 december komen er vriezen. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wat is de komende 3. Ik laat ze in beeld komen als ik het niet vergeet. Een Appaloosa, een bruine en een zwarte. Normale vries natuurlijk. Ja, vriezen kunnen officieel niet die kleur krijgen. Nou, geen volbloedvries in ieder geval. Maar dit zijn startup vriezen of Jorvik Friesians noemen ze. En in Jorvik kan alles. Dus geef ze geen ongelijk, want als je alleen maar zwarte paarden moet uitbrengen, puur omdat het realistisch is het ook saai.
Dus ja. Oh, hij is inderdaad helemaal bevroren. Nou, dit is toch cool. En het hele mooie stukje waar je doorheen kan lopen is ook bevroren. Kijk, nou, ik vind dit paard echt fantastisch bij het ijs. Ik heb echt een goede keuze gemaakt. Wint, je bent een topper. Oeh. Ik glij ook uit. Dat is wel heel erg nice. Hoe ver kan ik doorrennen? Is het tot onder die brug? Waar is mijn muis heen? Ik zie mijn muis niet meer. Daar is mijn muis. Zo. Ja, hij stopt hier ineens. En dan plons. Ja, hij is netter afgewerkt dan ik dacht. Maar ik dacht misschien dat hij dan afbrokkelde. Oh, daar ligt nog meer. Kan ik hier opspringen? Nee. Dus ik moet wel een beetje ommaken. Ommetje. Hier kan ik wel op, toch? Ja, kijk. Ik heb geen zin om te rijden. Dit vind ik leuk. Dat er ook nog gewoon hier nog een stukje ligt. Dat het niet alleen dat stukje is. Ho. Kijk. Dan kan je hier komen. Dat is cool. Hier kon je altijd niet komen volgens mij. Nee, kon je inderdaad niet komen. Ho, ik moet wel terug kunnen komen. Nou, ho, dat was de bedoeling. Oh, ik red het ook nog. Dat is heel erg chill. Ho, ga ik weer zwemmen. Zo. Net Winter Harmony, het is super koud. Dat is natuurlijk super koud in SSO. Gelukkig is het allemaal nep. Ik wou de rivier nog afgaloperen op zoek naar veel deel meer. Ik had natuurlijk ook de trailer bellen, maar het is natuurlijk veel leuker om over de rivier te galopperen nu het kan. En dat gaan we nu ook zeker doen. Ik ben echt blij dat je vanaf Fort Pinta naar Starshinehoeven kan rennen. Daar ben ik heel erg gelukkig mee. Echt. Oh. Ik wil sowieso wil ik hier gewoon een bruggetje hebben of een mini-pont. Dat je hier een bootje en dat je dan kan overvaren heen en weer. Dat is een leuk idee. En dan misschien niet vanaf hier per se, maar gewoon vanaf daar. Weet je, hier heb je zo'n ding. Oh, ik rijd nog over land. Hier heb je een bootje. Als je gewoon hierheen rent. Want zover is het niet. Het is echt niet ver. Maar misschien dan tot hier, weet je wel. Dat is toch leuk. Het hele strand die is ook weg. Nice. Ze hebben gewoon het water allemaal gewoon gepakt. Niet eens rekening gehouden dat er ook zand is, maar ja, sure. Oh, wauw. Dit gaat wel heel lang door. Ik ben eigenlijk benieuwd of het ijs ooit dan in elkaar zakt, weet je wel. Omdat natuurlijk het ijsveld wordt kraken. Maar of er daadwerkelijk wat gebeurt is een tweede. Oh, wat cool dit. Het is echt heel vet. En kijk tot hoe ver we kunnen doorgaan in veel deel. Ik ben benieuwd hoe ver het loopt. Hey, bloem! Bloem! Want daar heb ik nog niet genoeg van. Zo. Ik gebruik die bloemen niet eens, weet je. Ik spaar ze om mijn kast vol te krijgen, omdat ik dat grappig vind. Waarom? Geen idee. Waarom niet? Wee. Hier wordt het dus smaller, want hier kan je overspringen. Als ja, het kan. Het is haalbaar, maar of het echt zo is. Of het echt zo is, het is echt zo. Het is haalbaar, maar het hoort niet eigenlijk. Maar goed, shortcuts zijn leven. Want hier kan je dan zo lekker overspringen. Hier heb je wel nog strand. Dat is leuk. Oh, hier heb je nog wel de molen. Ik vind het leuk dat ze dat stukje hebben opengebroken. Zodat de molen nog wel kan blijven doordraaien, zeg maar. Dat is zeer nice. Is de waterval bevroren? Heb ik trouwens niet eens gezien. Ik zie daar wel wat. Nee, stroop nog, denk ik. Nee, stroop nog. Wat hebben ze daar dan mee gedaan dat het doorstroomt? Kan ik hier überhaupt onderdoor omdat het zo smal lijkt?
Wow, oh, dat is echt heel, is wel krapjes, maar het is mogelijk. Wat is er met die waterval gebeurd? Hij stroomt, maar toch niet. Zeg ze van, laten we een ijspilaar toevoegen. En dit, ja, sure, I guess. Het ziet er echt heel stom uit. Nou, laten we naar veel deel meer gaan. Want dat is nog nodig. En een bloem! Blompie! Zo, gaan we weer aan land. Want dan moet ik over die brug heen, want hier kan ik niet echt omhoog. Ik ga gewoon lekker met de trailer, wat scheelt weer. Ik heb nu geen zin meer om te lopen. We hebben de hele rivier afgerend. Mag het even. En dan is het één over. En dan als we bij veel deel zijn geweest, dan zijn ook die dingen veranderd. Die zijn dus al veranderd. Dat scheelt. Misschien dat het in veel deel meer nu iets is. Ik zie bij de Starship Oever nu iets. Maar ik ga eerst even langs veel deel meer. Want hebben we nu nog een uur de tijd om dat te doen. Veel deel meer. Maar dan wil ik de race ook doen in veel deel meer. Omdat natuurlijk de race nu aangepast is, lijkt het me leuk om dat ook te doen. Veel deel meer. Veel deel meer, veel deel meer. Deze let's play wordt wel eens veel te lang. Maar goed, jullie vinden dat leuk, dus waarom niet? En de boel is hier dus helemaal bevroren. Yay. Dat is leuk. Maar we kunnen, ja, ik weet niet of we per se een shortcut kunnen nemen hierbij. Ja, ik dacht misschien, het kan nooit kwaad om de race te doen, weet je. Want ik moet toch nog Wind Harmony trainen. En als ik nu een range doe of later. Maakt niet uit, maar dit gaat voornamelijk over land in. Dus ik ben benieuwd of dit ook nog over het water zou kunnen. Omdat ik natuurlijk wel over het water heen wil nu. Ik kan me niet echt een stuk herinneren waar het kan. Waarom doe ik deze race? Nou, maakt niet uit. Hier staat ook weer het halve strandje onder het ijs. Oh, klank. Maar deze shortcut was er al. Waarom springt dat beest niet? Oké. Zou als je het zomer maakt het ijs weer weggaan? Daar ben ik benieuwd naar. Oké, dat wil ik nog ook even doen in deze video. Deze video wordt echt veel te lang. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Want het zou grappig zijn als het dan ijs is, maar dan is het toch zomer. Ja. Er was nog wel water. Het lijkt me, ja. Ik vind het leuk. Ik ben voor. Voorstander. We maken deze race maar even af, want nu zijn we er toch aan begonnen. Ik kom eigenlijk op geen enkel stukje over water heen. Want ik ben allemaal bruggen. Dus ik had het eigenlijk veel leuker in mijn hoofd dan het daadwerkelijk is. Het is gewoon een veeldeel race. Maar dan met een bevroren veeldeel meer. In plaats van dat je over het water heen moet. Oep. Ja, ik vind het jammer dat het niet overal bevroren is. En sneeuw ligt, weet je wel. Dat vind ik jammer. Ja, hier zou je het kunnen afsnijden. Nou, wow. Wat een shortcut is dit dan? Normaal spring ik altijd door het water. Werkt net zo goed. Misschien dat ik nu wel die highscore ding kan laten zien als het goed is. Tenzij het nu gefixt is, dan ga ik echt... Nou, niet per se balen van mezelf. Hallo. Kijk, je persoonlijke record is altijd 0-0 bij mij. Geen idee of dat bij andere mensen ook zo is. Hallo. Oké, we gaan naar Starsenhoeven, want daar was dus een dingetje, zo'n noorderlicht. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden. Een palala. Goed zo, Jessie. Dit is een palala hier. Is dat hier? Ja. Kaarsjes oplichten. Er was hier ook een bug mee. Die hebben mensen mij verteld, maar ik doe niet echt aan bugs, want ik wil graag mijn account houden. Dus als ik niks doe, dan kan er ook niks mee gebeuren. That's a motto. We gaan lekker de paardentaxi bellen. Is hier trouwens zo'n beest? Zo'n... Ja, hier. Zomerbeest. Want ik was dus benieuwd, ik wil zomer, of dan het ijs blijft. En aangezien de rivier hier toch in de buurt is, kunnen we het meteen even checken. Nee, ik zie nog ijs. Ja, dan laat het maar even zomer.
Want ik heb geen zin om terug te rijden. Nee, er is nog ijs. Dat is dan, nou, ik weet het niet per se jammer, want op het ijs heb je geen last. Maar het zou mij een leuker detail zijn geweest als je dan het water ook weer terug had. Dan had je iets nodig om ja, te kunnen switchen, zeg maar. Oh, deze is lekker dichtbij. Of niet? Nee, natuurlijk niet. Die Moorland is wel dichtbij. Ik dacht dat hij dichtbij was, maar sowieso ligt hij in Jasper. Jaspers boerderij, want dan moet je unlocked hebben. En ik ben al in een gebied geweest die je niet hoeft te unlocken. Dat is de Starshinehoeve. Ja, de Starshinehoeve. Ik ben wel benieuwd. Lange let's plays of korte let's plays of update. Ik ben zelf een voorstander van lang, want dan kan ik alles laten zien. En ik heb echt een prachtige kwast in mijn hand. Ja. Kwast. Dat was de bedoeling. Nee, het is lekker hier, dat scheelt. Maar goed, ik vind lange video's leuker, want dan kan ik meer laten zien natuurlijk van de update. Kijk. Nee, ik wil geen verhaal horen. Doei. Ik wil jouw ster. Ik heb er nu 18 of zo. Ik kan niet zo goed zien, omdat het licht op licht is, zeg maar. En dan bel ik weer de paardentaxi om vervolgens naar Moorland te gaan. En de hoop dat daar nu ook die nieuwe pingwing dingen zijn. Want ik wil gewoon die nieuwe pingwing acties doen. Want ik heb maar eentje gedaan en ik wil er twee. Maar ik heb nu nog niet echt iets gezien met pingwings. Want dat was kaarsje. Ja, misschien in Moorland. Want Moorland is altijd redder in nood. Hulp in nood. We zijn onderweg met onze snelle boot. Ik moet die kwast echt loslaten. Ik heb nu letterlijk mijn kwast met... in mijn hand op mijn muis. Sure. Oké. Moorland, wat heb jij voor ons te bieden? Oh. Wat is dit dan? Het is een slagveld. Ah, daar komt een winterster uit. Ik ga daar gewoon lekker middenin staan, joh. Dus als ik geraakt word, ga ik dan ook langzamer? Nee. Oh, je kan ze volgens mij afschieten. Oh, yes. Oh, stel je voor dat je dit met een livestream doet. Oh, oh my god. Oké. Luidruchtig. Dit is echt heel luidruchtig. Ook wel heel leuk. Nou, we hebben onze winterster. Mijn headset zat heel hard. We gaan even naar mijn homestable toe. Omdat je jullie nog even moet laten zien waar ik precies ben met trainen. En ja, er komt een let's trainen aan het eind van de maand. En daar heb ik heel veel zin in. Want ik heb heel veel. Dan kan ik mijn paard eigenlijk eruit gooien. Want ik heb echt superveel. En ik heb letterlijk geen ruimte meer. Dus er moet wat uit. Nou, we hebben hier. Oh, strikjes. Is dat nog niet eens opgevallen? Niet eens opgevallen. We hebben hier niet Grimhoof, maar hoe heet hij ook alweer? Goldbean. Goldbean is dus klaar voor let's train. En dan hebben we hier Grimhoof. Die is ook klaar voor let's train. En dan is gevraagd van, oh, maar je doet altijd op volgorde. Waarom heb je deze nu wel getraind in plaats van je 10 paarden die je daarvoor hebt gekocht? Dat komt omdat ik hem in video's heb ik Grim eerder gekocht dan het video online kwam. Ja, ik heb de paarden dinsdag gekocht, maar ik wilde Grim heel graag rijden. Want ik heb toen met Halloween paard al gemerkt van, dat ik daar geen zin meer had om hem te trainen. Aangezien dat het een evenementpaard is. Het is ook een evenementpaard en ik ben bang dat hetzelfde ging gebeuren als ik dan zonder de evenement het paard zou rijden. Dat dan mijn plezier van het paard eraf ging. En dit is Big Friend. Big Friend hadden we toen al in onze lijst gestopt. En die hebben we niet meer gezien. Er staat nog een level 1 paard hier. Maar die past niet in de stal. En ik wil hem ook niet uitbreiden daarvoor. Want normaal heb ik nooit zoveel trainpaarden. Komt alleen maar door die video. Embermane is klaar voor let's train. En Appleblaze is klaar voor let's train. Dus we hebben al 4 paarden. Ja, 4 klaar voor let's train. En ik hoop dat ik nog Wind Harmony ook nog klaar kan krijgen voor let's train. Nu is het nog maar 9 december. Dus... ja, en nog geen eind van de maand. Dus het is zeker mogelijk dat ik aan het eind van de maand wel nog 5 andere heb.
En dan worden ze een lekkere lange let's train. Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. Ik zie jullie morgen ook weer met een nieuwe video. Want het is nog steeds vlogmas. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Laat een leuke gouden ster emoji achter als je deze video helemaal hebt afgekeken. En dan geef ik je sowieso een hele dikke vette like op jouw reactie. En dan zeg ik, houdoe!